omdat ik in Dubai woon en daar mogen mensen niet meer terugkomen. Oh, dus jij zit eigenlijk vast in Nederland? Ja, precies. Heel Nederland zit nog steeds thuis en voor veel landgenoten valt dat zwaar. Want het is ook niet makkelijk om gewoon de hele dag thuis te zitten. Maar de Rotterdammers hebben gelukkig ook geluisterd, want de straten, die zijn leeg. Dus ik ga even aanbellen om te vragen hoe het met iedereen gaat. En dat doen we natuurlijk op gepaste afstand. Juist, zo. En de interviews doen we via de intercom. Hoi, met Arda van NPO Radio 1. Wij doen interviews over de intercom omdat iedereen thuis zit. Voor mij is het nu deze week, ga ik alweer week 4 in voor het echte thuiswerken. En ik moet je zeggen, ik had daar aan het begin had ik daar wel moeite mee, omdat je de scheiding tussen werk en privé valt gewoon weg. Goedendag meneer, hoe is het ermee? Wat doet u thuis de hele dag? Ik zie u nu op uw balkon. Even oefenen, lopen heen en weer. Ja, en wat voor oefeningen doet u? Dit oefenen met mijn lichaam. Met uw lichaam? Want wel fit blijven, hè? Ja. Ja, ik ben pas 83. Ja, nou, dat is nog jong. Okay, en hoe is dat in die 4 weken zich gaan ontwikkelen? Hoe ben je er nu gewend aan geraakt? Dus aan het begin heb je natuurlijk te maken met reistijd. Dat heb je nu niet. Dus je staat wat later op. En dan ga je naar de badkamer. En vervolgens ga je in je pyjama of in je badjas ga je achter je laptop zitten. Nou, dat doe ik nu niet meer. Nu sta ik gewoon eerder op, zoals gewoonlijk. Stap gewoon onder de douche. Je kleed je gewoon aan alsof je naar het werk gaat. En dan begint gewoon je werkdag. Ga niet in je badjas achter je laptop zitten, nee. Maar kleed je gewoon om alsof je echt naar je werk gaat en ga dan aan de slag. Ja, want het is ook gewoon een normale werkdag, dus doe gewoon ook alsof je naar kantoor gaat. Ik heb hem even daar neergezet. Laten we naar het volgende huis gaan. Oh, nee, hoort u mij? De deur gaat gelijk weer open. Rotterdamse gastvrijheid. Zoek naam, huisnummer. Het is een leuk nummer. 31. De deur is nu geopend. Oh, hallo, hoort u mij? De deur hoeft niet open. De deur is nu geopend. Ja, ik word hier heel passief-agressief naar binnen gedwongen. Maar even een vraagje. Chill jij nog met je vrienden dan bijvoorbeeld? Of mis je dat? Nee, dat mis ik wel. Ik woon ook eigenlijk niet in Nederland. Ik ben nu op visite bij mijn zus. Of eigenlijk permanent. Omdat ik in Dubai woon en daar mogen mensen niet meer terugkomen. Oh, dus jij zit eigenlijk vast in Nederland? Ja, precies. Want hoe zie je vrienden? Gewoon over Skype en zo. Ja, en is het, ja, dat is niet hetzelfde zeker? Nee, dat is niet hetzelfde. En heb je hier dan mensen die je nog op 1,5 meter afstand kan zien? Niet echt buiten mijn familie. Dus ja, het is ook een beetje jammer dat je nu geen vrienden kan maken omdat iedereen thuis zit. Ja, precies. Ja. Daar gaat de verbinding, hoor je mij nog? Hallo? Heeft u even tijd om ons te woord te staan dan? Nee? Oké, hele fijne dag. Hoi, goeiedag. Heb je mij gebeld? Ja, we hebben net aangebeld, omdat even gepaste afstand. Maar bent u dan ook bang in zulke tijden? Nee hoor, nee. Nee, ook niet voor uw eigen gezondheid? Niks. Voorlopig ik goede gezondheid, maar als ik mijn leeftijd kom, want mijn motor stop is, stop ik klaar. Ja, dan heeft u er vrede mee ofzo eigenlijk? Nee. Gewoon. Okay, houdt u dan wel afstand met iedereen? Jawel, gewoon respect. Wat die mensen willen ze. Verder niks. Kunnen we dan misschien iets samen doen? Basketbal samen. Oh, basketbal. Ja, dat kan niet over de intercom. Maar we kunnen een liedje zingen of zo. Hou je van voetbal? Ja, ik hou wel van voetbal. Laten we het Wilhelmus zingen in deze donkere tijden. Oké. Ja?
Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. Vaderlandsgetrouw. En daar gaat de verbinding nog even één keer aanbellen. Ik mag hem wel. Ja, voelt het toch als een beetje alsof Nederland speelt, hè? Ja, precies. Ja, wie is je favoriete voetballer? Arjen Robben, ja, topper. Ja, die heeft een goed linkerbeen, hè? Yeah. Ja, lekker, man. Ook al zijn we er nog lang niet, de meeste mensen zitten toch gelukkig thuis en houden zich aan de regels. En jullie hebben het gehoord, een tip bijvoorbeeld. Kleed je om in de ochtend, doe alsof het een normale werkdag is. En hou contact met familie en vrienden natuurlijk op gepaste afstand. En het enige wat ik daaraan kan toevoegen is, hou nog even vol, blijf zoveel mogelijk thuis. En voor je het weet, kunnen we genieten van dit heerlijke zonnetje.